Hallo iedereen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Milan Knol en ik zit hier samen met mijn allerliefste, allerbeste en eigenlijk de enige opa die ik heb. Opa Knol, hallo. Hallo Milan. Hi. Hey. Opa, jij bent heel erg goed met talen, landen. Je hebt een talenknobbel, toch? Ja, dat wordt gezegd. Ja. En je bent heel lang leraar geweest. Ook dat nog. Duits leraar, toch? Ook nog. Ja. Ja. Welke talen kan jij allemaal spreken? Nou, wat ik kan spreken, ik kan me aardig redden. Ja, soms het Italiaans, vooral als ik twee wijntjes op heb, dan gaat het steeds beter. Ja, oké, dus het wordt de basis. Maar Frans staat wel ook wel uit. Frans, de basis. Italiaans, de basis. Engels. Engels. Ja. Latijn. Latijn, dat zou kunnen lezen. Spreken leerde je natuurlijk. Nooit. Nee, oké. Ja, okay. Maar lezen, dat gaat nog wel aardig goed. Ik kan wel Latijn spreken. Een beetje Grieks. Curriculum vitae. Ah, kijk eens aan. En wat is? CV. Ja, curriculum vitae. Ah ja. Een CV. Curriculum. Oké, okay, ja. Curriculum. Oh, je legt de klemtoon verkeerd. Wij gaan GeoGuessr doen en dat ken jij nog helemaal niet. Helemaal. GeoGuessr is een spel waarin je met Google Earth, dus dat je kan kijken naar hoe dingen eruit zien in de wereld, word je ergens gepinpoint op de wereldmap. En daar zie je dus allemaal dingen, bomen en de straat en het leven. En jij moet dan raden waar je bent. Je moet proberen te herkennen. Ja, ik maak het heel moeilijk deze uitleg. En ik wil samen met jou erachter komen waar in de wereld wij zijn. We kunnen beginnen met bijvoorbeeld Europa. Maar ik denk dat wij met onze kennissen bij elkaar wel kunnen uitvogelen waar we zitten. Dan komen wij hier en als wij dit zien, moeten we met deze informatie, en we mogen natuurlijk door de straat heen, raden waar we zijn op de wereld. Ja. En als je dit zo ziet, wat denk jij dan? Nou, als ik dit zo zie, dan herinner ik mij een tocht door het zuidelijk gedeelte van Zweden, waarbij ik over zulke wegen en via meren helemaal aan de andere kant van Zweden terechtkwam. Dus dat doet mij aan Zweden denken. Dus sowieso Scandinavisch, want ik dacht namelijk met deze bomen, dacht ik Duits. Jij dacht het Duits. Maar als je zegt Scandinavisch, het is sowieso Europees. Dus dan kan je al best wel veel uitsluiten. Zullen we gewoon meteen Zweden pinpointen? Want je kan dan op de map, kan je dan hieronder, kan je naar Zweden toe. En dan kan je ook zeggen waar in Zweden denk je dat we zitten. Nou, ik ben ooit geweest hier in Öland. En daar gingen we van Denemarken hier. Zie je het helemaal groen. Allemaal van die donkere bossen, naaldbossen. En meren, dus het zou me niet verbazen als het daar zou zijn. Dus zullen we er tussenin doen? Ja. Gewoon hier ergens? Bijvoorbeeld. Kijk op een weg misschien. Ja, bam. Op een weg. Beetje uitzoomen. Oké, dan gaan we dit pinpointen. Ik had namelijk echt geen idee. Ik had ergens Europa, maar we gokken het. Nou, het zat hier in Noorwegen. Nou, kijk. Kijk hoe ver we er vandaan zijn. We zijn er 430 kilometer vandaan. Ja, nou dat is toch een aardig resultaat. Ja. In ieder geval Scandinavië. Nou, we hebben 5 rondes in totaal. En dan zie je complete punten. 25.000 punten is het maximale wat je kan halen. Maar we hebben nu al 3.747 punten. Dus de volgende ronde. Oké, waar zijn we nu? Waar zijn we nu? Het ziet er wel weer Europees uit. Ja. Als we kijken naar misschien die container, kunnen we misschien informatie achterhalen? Nee, dat is geblurred. Dit is al een beetje eigenlijk Amerikaans, niet eens per se Europees. Ja, ja. Is dat hout daar waarmee gewerkt is? Nee, dat zijn gewoon stenen muren. Volgens mij is het wel steen, ja. Ja, ja, hout is eigenlijk altijd Amerika, hè? Ja. Daar bouwen ze alles van hout. Ik denk dat het meer richting het oosten zit. Misschien, we hebben hier een bordje. Misschien staat hier iets op. Oh, dat is... Ja. Dat is een brievenbus. Well, ik dacht dat het een bordje was. Ja, nou ja, als de naam erop stond van de eigenaar, dan scheelt dat een heel stuk. Oh ja, tuurlijk. Maar we kunnen even nog verder. We hebben hier nog... hebben hier een bordje. Zag je dat? Oh, kijk, hier hebben we iets staan. Daily News. Daily News. Kan dat misschien met deze... Canada zijn? Dat zou best eens kunnen. Maar als jij, is het Europa? Dat weet je niet, hè? Nee, maar omdat het daar in het Engels op staat. Als het Europa is, dan zou ik eerder aan het Groene Eiland denken, aan Ierland. Ja. Ierland met zoveel heuvels? Heeft dat zoveel heuvels? Ja, een bepaalde gedeelte is nog wel heuvelachtig. Vrij arme streek, zo te zien, wat er aan bouw staat. Dat ziet er niet heel duur uit. Ah, hier, een stopbord. Kijk, zoeken stopborden. Ja. We kunnen natuurlijk ook al heel veel weggeven over de, ja, over de plek. En die staan aan de rechterkant. Ja. Dus er wordt wel rechts gereden in ieder geval. Kijk, dat zijn de goede dingen inderdaad waar je op moet letten. Nou ja, moet letten. West Appleton. West Appleton.
dan denk ik wel echt Canada. Ja, of ik jij zegt Ierland, kan ja, ook nog wel. Rijden ze daar niet links in Ierland? Je hebt gelijk, je hebt gelijk. Dus dan, ja, ja je hebt gelijk. Ja, ik gok, ik zit bij Canada nog steeds weer. Ja, ik denk dat jij aardig dichtbij bent. Maar het is wel erg groen, hè? Ja, dat is waar. En nou, Canada is niet heel... Oh, wel. Jawel, zie je wel. Ottawa. Jawel. Want ik wil zeggen, ergens bij... ergens hier. Niet bij water. Dit zijn heuvels. Ik denk hier. Nou, laten we gokken. Gok dus onder Montreal. Dit is nog Amerika trouwens. Ja, dat is Amerika een beetje. Maar dat maakt niet uit. Ik ga hier op gokken. Boven. Wil jij nog ergens zeggen... Nee, ik vind het prima. Dit is... Blijft toch een gok. Dan gaan we dit doen. Nou. Maar. Het was Amerika bij Maine. We zaten er 391 kilometer vandaan. Nou, dat is toch helemaal niet slecht. Dat vind ik echt heel goed. Ja, dat vind ik wel. Hebben we goed. Dus het was wel vlakbij Canada. Daarom leek het misschien een beetje op dat Canadese. Ja, ja precies. Ja, dat is een familie app, denk ik. Oh, dat is een appje. Ja. We zitten in een tunnel. Misschien een Japanse tunnel. Is het niet Chinees of Japans? Ja, dat denk ik wel. Ergens in Azië. Ja. Misschien kunnen we iets hiervan herkennen. Jurassic Park, denk ik aan. Dino's. We kunnen even kijken wat voor... Ja, dit is Japan. Dit is een Japanse auto. Ja. Japan. Ze rijden links. Rijden ze Japan links? Ik denk dat je aardig dichtbij bent bij Japan. Ja, vast. Maar daar rijden ze toch links, Japan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben daar nooit geweest. Ik rijd wel een Japanse auto, maar... Of Taiwan, rijden ze daar links? Nee, daar rijden ze rechts. Nee, daar rijden ze rechts. Alleen dan is het nog een vraag van midden, boven, onder. Ja, dat is een pure gok natuurlijk. We hebben hier een bord. We hebben hier een bord. Attentie. Huh? Oh, we rijden links. Ja, huh? We rijden links. Ja, ze rijden links. Hoe zie ik dan niks? Ik snap het niet. Waarom zie ik er niks op staan? Gewoon een gokje wagen. Ik gok op Japan. Jij? Ja, ga met je mee. Gewoon in het, even kijken, niet heuvelachtige gebied. Volgens mij is dat het noorden. Dat is niet heuvelachtig. Ah, het is wel redelijk heuvelachtig trouwens, want we rijden onder een tunnel. Dus dat heb je niet zomaar. Ja. Dus het is meer heuvelachtig. Dus misschien moeten we meer zuiden gaan zitten. Ik ga voor, ik gok hier. Ik ben puur willekeurig. Ja? Helemaal goed. Nou, kijk. Zuiden, meer heuvelachtig dus wel. Ja. 371 kilometer. Dat we zaten is... in Oita. Dat is toch heel knap. Van wie? Van ons. Van... ja, ik klopt, ja. Ja, dat is knap van ons. Ja. Oké, waar zijn we nu? Sumilu, wat is dat? Sumilu. Commercial. Hoe schrijven ze commercial? Commercial met 1M. En hier zie je een taxi. Het ziet er keurig netjes uit allemaal. Het is goed onderhouden. Optica, dat is een brillenwinkel. Ja, dat moet wel, ja. En daarboven kun je dat ontcijferen, maar dat is een Casco Antiguo. Wacht eens even, dat is dus in ieder geval volgens mij Spaans. Ja, maar weet je hoeveel landen Spaans praten? Ja, heel veel. Renault of Nors. Hier staat wel een website. .es, ja. ES, Espanje. Ja, dus dat is Espanje. Dus dit is sowieso Spanje. Dat zit in Spanje. Ja, maar waar is dan die Casco? Murcia, Murcia. Mag je ook googlen? Nee, dat is vals spelen. Murcia, ik weet ook niet waar Murcia ligt, maar dat het een redelijke plaats is, dat is wel duidelijk. Ligt het hier niet? Hier beneden? Ja. Oh, Murcia, jij kijk, hebt gelijk. Dat bedoel ik. En hoeveel kilometer is het er vandaan? Oh, dat weten we niet. Maar in ieder geval die richting uit. Ja, en als er staat bel naar links van Murcia, dan moet het vlakbij zijn. Dan zou er ook kilometers bij staan. Ja, het staat er ook vrij groot op, dus het moet in ieder geval niet al te ver zijn. De rotonde kiezen, hier is een rotonde. Dit is wel een hele grote rotonde. En gok op een rotonde, ergens in Spanje. Een rare, wat zien wij? Daar gaan we. Oh, jeez! 64 kilometer, we waren heel vlakbij. Oh, dat is knap. Hè? Ja, dat heb je goed gedaan, want ik wist echt niet waar Murcia zat. Ja, ik zag het geen legging. Ik dacht wel ergens aan de kust in die buurt. Ja, dat is echt niet goed. Niet in het binnenland, dat wist ik. Wauw, laatste ronde, daar gaan we. De laatste ronde. Het is zondag weer. Hier is Bedeli Turks. Oh, wacht even, waar is Bedeli? Kutsu. Ja, ik zou zeggen Turks, maar ik ken dat tekentje achter die 700 niet. Nee. Ik weet niet wat dat voor geldding is, zie je dat? Het lijkt daar toch op Turkije, hè? Het lijkt Turks, inderdaad. Ja, dat staat er op die kaart. Welke kaart? Die rode kaart, Bono. Oh. Yemeksepeti. Ah, dat is toch Turks?
Dat denk ik wel. Hij heeft in ieder geval nooit meer dorst met zo'n grote waterding als zo groot. Hier zien we nog een bord. Daar zien we nog een heel mooi bord. Oh, je ziet al een beetje de lijn van een soort van provincie daar. Ja, inderdaad. Dus we zitten... Istanbul, Buyuk, zie je nog wat, weet ik veel. Ja. Dus we moeten een beetje... Is dat de zijkant van Turkije, de linkerkant? Dan zien we niet. Waar zit Turkije ook weer? Oh, hier. Istanbul. Ja. Oh, kijk. Als dat bovenste Istanbul moet zijn, ja. Stel, dan, dat weet ik niet hoor, maar dat zie ik niet goed staan. Nee. Dan zou dat deze lijn moeten kunnen zijn. Dan moet het daar ergens, ja. Dus dan zou ik zeggen, we gaan lekker in het midden, op de snelweg. Nee, niet ver mis. En dan zal het vast wel goed zijn. Eens? Weggokken. Oké. Dit moet het zijn. Eens. Eenmaal andermaal. 77 kilometer, het was in Istanbul. Dat is onvoorstelbaar. Nee, maar oprecht, dit is echt super. Ik heb het nog nooit zo goed gedaan. Nee, ja, maar dat komt door ik naar je. Ja, vindt. Dat komt zeker door jou, zeker. En ik wat vaker komen. Ja, graag. Nou, dan gaan we nu naar het eindresultaat. 21.034 punten van de 25.000. Dat is echt heel veel. Dat is aardig hoog. Dat is echt heel goed. Ja. Wil je nog eentje doen? Ja, ik vind het prima. Ja? Ja. Dankjewel voor het ik kijken. Vond het leuk om te doen. Ja. Fijn is om iets met jou als kleinzoon te doen. Ja. Want dat is verdomme lang geleden. Dat is inderdaad lang geleden, ja. Maar ik heb nog veel meer van dit soort spellen. Vond je dit een leuke video? Druk even een duimpje omhoog. Thanks voor het kijken. En wil je meer opa knol zien? Laat het even weten in de reacties. Doei. Adios.